Goeiedag. Mooie winterse plaatjes ontvangen wij deze dagen. Dit is ook zo'n mooi voorbeeld. Mooi die rijpafzetting op het gras. Plaatsje nooit gedacht in Drenthe, daar is deze foto genomen. Maar winterse plaatjes komen eigenlijk wel vanuit heel het land. Het was koud afgelopen nacht. Strenge vorst op sommige plaatsen. Temperaturen onder de -10, met name in het noordoosten en oosten werd dat gemeten. In het zuiden iets hogere temperaturen. En dat kwam omdat daar bewolking aanwezig was vannacht. En dat zien we hier ook mooi terug. En die bewolking die trekt geleidelijk aan wat meer naar het oosten en zuidoosten. Dus de zon komt er ook in het zuiden op steeds meer plaatsen bij. In Limburg duurt dat nog wel een tijdje, denk ik. En misschien dat het daar wel heel de dag bewolkt nog blijft. Ja, verder vanmiddag een temperatuur rond het vriespunt. Op veel plaatsen komt de temperatuur niet boven nul uit. Op sommige plaatsen wordt het 1 of 2 graden, met name in de kustgebieden. En ja, zoals gezegd, met name in het zuidoosten nog wel wolkenvelden. De wind die is overwegend zwak en die waait uit het noorden of uit het westen. Kan een beetje alle kanten opgaan. Vanavond gaat de wind wel wat meer uit het noordwesten waaien. En dan gaan er wat dingen veranderen, want het is helder. Maar kijk eens aan wat buitjes die vanavond en vannacht gaan overtrekken. En ook later vannacht en morgenochtend in het noorden van het land toch wel kans op een paar buitjes. En dat kan regen zijn, dat kan hagel zijn, dat kan ook natte sneeuw of zelfs sneeuw zijn. Het hangt een beetje af van hoe de luchttemperatuur is. Maar er is wel degelijk kans ook op regenbuitjes. En omdat die grond natuurlijk erg koud is met die vorst, ja, betekent dat het lokaal echt wel glad kan gaan worden. Dat kan al vanaf vanavond, met name in het noorden van het land. En daardoor is er ook een waarschuwing al uitgegeven voor gladheid, regionaal gladheid in het noorden. Maar toch ook wel in de kustgebieden moet men daar even rekening mee houden. Ja, buitjes dus vooral in het noorden en een temperatuur die weer flink onderuit gaat. Het gaat weer matig vriezen. Het zal me niet verbazen als op een enkele plek ook weer tot strenge vorst gaat komen. Morgenochtend, ook tijdens de ochtendspits, toch eventjes goed de waarschuwing in de gaten houden in verband met die mogelijke gladheid als gevolg van de neerslag die er bij de buien kan gaan vallen. In de middag is over het algemeen de temperatuur toch wat verder opgelopen en dan is het zo rond de +2 graden met flinke zonnige perioden en wolkenvelden. En vooral in het noorden en noordwesten kan er nog wel een bui vallen. En we zien ook dat de wind uit het westen of noordwesten waait in die kustgebieden. En dan de dagen erna, nou dan blijft het voorlopig in de nachten nog erg koud. We zien hier over het algemeen lichte vorst, maar dit is de tabel voor Midden-Nederland. Elders, dieper landinwaarts, kan het echt nog wel matig gaan vriezen. En dan ziet het er naar uit dat we vanaf maandag compleet ander weerbeeld gaan krijgen. Ergens zondag op maandag komt er een storing, die brengt regen, misschien eerst nog wel winterse neerslag. Maar dan gaat de temperatuur flink omhoog en gaat ook de wind een stuk harder waaien. Nog fijne dag.